Ik was met mama twee handen op één buik. We hebben zelfs gezongen samen, we waren zangduo, de Petticoats. Kijk, dit is mama en dit ben ik. En 8,5 jaar geleden kreeg ze te horen dat ze dementeerde. Dat heeft ze vanaf moment 1 ontkend, maar het was natuurlijk wel zo. En het werd steeds heftiger en ze begon steeds meer te vergeten. Ik heb ook 2 jaar lang intensief dag in dag uit voor haar gezorgd. Dat was heel erg zwaar. Maar ik wilde haar niet naar het tehuis brengen, maar het moest. En dat vond ik verschrikkelijk. Ze belde bijna elke dag op om te vragen wanneer ik haar nou kwam halen om naar huis te brengen. Dat brak mijn hart. Ze is uiteindelijk gestorven aan een longontsteking. En hoeveel ik ook van haar hield, het is een bevrijding voor mij en voor haar. Alzheimer is een hele gemene, mensonterende rotziekte. Alzheimer Nederland heeft geld nodig voor wetenschappelijk onderzoek. Ik zou het heel fijn vinden als u zou willen storten. U kan ook bellen met 0800 1140 en je donatie doen. Zou ik erg op prijs stellen. Ook voor mama en andere mama's.